Hallo, ik ben Rosalie Buijman van Tros Actua Junior. Mag ik je een paar vragen stellen? Ja, dat mag. Hoe kom je nou aan zijn naam? Roberto Cecchetti en de scooters. Dat is een veelgestelde vraag en een lang verhaal. Maar ik zat vroeger bij een jongen in de klas, die heette Robert Jack. En die ging altijd met zijn vader en moeder naar Italië op vakantie. En die noemde ik Roberto Cecchetti. En toen wij een naam moesten bedenken voor de groep, toen schoot me dat als eerste te binnen. En de scooters, ja, daar rijdt men in Italië allemaal op. Ik heb gehoord dat je wel eens omgaat met de Dolly Dots. Daar ga ik wel eens mee om, ja. Maar ja, die bestaan ook niet meer. Wie vind je het leukste? Ikzelf vind Patty het leukste. Moet je brutaal zijn om popzanger te worden? Nou, misschien wel, maar in mijn geval was het niet het geval. Want ik was vroeger juist een heel erg verlegen jongen. En de enige keer dat ik me lekker voelde, was eigenlijk als ik op de podium sprong om gitaar te spelen. En dan werd ik eigenlijk pas heel brutaal. Is het nou leuk om populair te zijn? Is het leuk om populair te zijn? Nou, vroeger droomde je er altijd van. Dat je beroemd bent, dat je herkend wordt op straat. En in het begin was dat voor mij iets vreselijks. Ik kon me helemaal niet... Ik durfde niet meer de straat op te gaan en ik durfde niet meer te dansen en zo. En later nu, ja, dan ben je er een beetje aan gewend. Maar soms is het heel lastig. En soms is het ook heel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Waar ben je bang voor? Waar ik bang van ben? Nou, ik ben heel vaak bang van mezelf. Dat ik, juist omdat ik met zoveel dingen bezig ben, dat ik doormaal en dat ik gek word en dat ik dan in een inrichting terechtkom. En... Hoe kom je daar nou overheen? Ik kom daar hopelijk volgende week weer overheen, ja. Ben je getrouwd? Nee, was het maar waar. Ik kan maar geen goede vrouw vinden. Dat is heel moeilijk. Heb je kinderen? Volgens mij niet, nee. Maar het zou best wel kunnen. Nee, ik denk het niet. Maar zou je ze willen hebben? Heel erg graag. Nu misschien nog niet, maar ik denk over een jaar of drie, als ik een goede vrouw gevonden heb, dan wil ik heel graag kinderen, ja. Bedankt voor dit leuke interview.